Bij een ongeval in het dorpje Stiphout bij Helmond is dinsdagavond een automobiliste gewond geraakt. De vrouw verloor kort na 8:30 op de Gerwisseweg de macht over het stuur van haar auto en botste tegen een boom. Ze kwam daarbij bekneld te zitten en moest door de brandweer uit die benarde positie worden bevrijd. Het slachtoffer is door de ambulancedienst met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.